Goedemorgen, middag of avond, Jiska, Diewertje, Jeppe, Mark en Sam. De volgende les, het volgende filmpje bij periode 5, geschiedenis, waarin we bezig zijn met tijd van 9. Wat gaan we vandaag doen? Een korte herhaling van 9.2 over de grote depressie, de economische crisis van de jaren 30. En instructie bij 9.3, de totalitaire regimes. Die herhaling dan, kort, 9.2. Na de Eerste Wereldoorlog is er met name in de VS optimisme. Bedenk dat de Verenigde Staten geprofiteerd heeft, economisch in ieder geval, van de Eerste Wereldoorlog. Hè, door veel voedsel en andere zaken te produceren voor de landen die in oorlog waren. En men geloofde het idee van nooit meer armoede, er ontstaat een consumptiemaatschappij. Een maatschappij waarin mensen allerlei huishoudelijke producten kunnen kopen, waarin consumeren er echt bij hoort. Mensen hebben genoeg geld om voor die tijd luxe producten te kopen. Ook Europa krabbelt langzaam op, maar dat optimisme heeft ook een keerzijde, want de productiviteit van de Amerikaanse industrie en landbouw is te groot, omdat ook Europa zich weer herstelt. Dus men kan die producten niet meer in Europa of steeds minder in Europa kwijt. Nou, tegelijk met dat optimisme en die consumptiemaatschappij kopen consumenten producten met geleend geld. Ze kopen zelfs aandelen met geleend geld. En als dan op 24 oktober 1929 de beurskrach plaatsvindt, het vertrouwen in de beurs, de aandelen plotsklaps verdwijnt en de waarde van aandelen verdampt, raakt de Verenigde Staten in een economische crisis. Denk aan armoede en er ontstaat grote werkloosheid. En die crisis, omdat Amerika inmiddels zo verweven is met Europa economisch, staat ook over op Europa. Nou, overheden kunnen grofweg op twee manieren reageren op zo'n crisis. Oftewel, er wordt bezuinigd. Dat betekent in principe dat de overheidsfinanciën op orde worden gebracht en dat men hoopt dat er vanzelf weer vraag naar producten ontstaat, waardoor er weer werkgelegenheid komt voor mensen die producten kunnen maken, etc. Denk daarbij aan de Amerikaanse president Hoover en in Nederland Colijn. Of een overheid kan investeren, voor die tijd nieuw, inmiddels redelijk gemeengoed. En dat deed bijvoorbeeld Amerikaanse president Roosevelt in zijn New Deal. Van de crisis naar 9.3, de totalitaire systeem. Links op de foto Oekraïnse boeren. Gaan we het zo kort over hebben. Worden gedwongen om te veel graan af te staan, wat zal leiden tot misschien een genocide zou je het kunnen noemen. Grote sterfte onder Oekraïners, bekend als de Holodomor. Foto genomen 1932. En rechts in Duitsland een nazi-partijbijeenkomst, de Nationaal Socialisten, de NSDAP, de partij van Adolf Hitler, in de Luitpold Arena in Nuremberg. Twee beelden die goed passen bij totalitaire systemen, met name die van de 20e eeuw. We bespreken drie totalitaire systemen uit de 20e eeuw in Europa, het communisme in de Sovjet-Unie, het fascisme in Italië en het nationaal socialisme in Duitsland. En bij het communisme. We hebben het in 8.2 vorige periode gehad over de ideologie van het communisme. Hè? Het idee opgetekend door Karl Marx dat er een klassenstrijd was tussen rijk en arm, tussen kapitaal en bourgeoisie en de arbeiders. En dat de arbeiders zo uitgebuit werden en zouden worden dat ze in opstand zouden komen. Men streeft naar een klasseloze maatschappij waarin alles van iedereen was. Overal in Europa waren communistische partijen of organisaties die wel in het geheim moesten opereren, want ze waren in de meeste landen althans bij wet verboden, omdat de overheid ze als gevaarlijk zag. Terecht ook, want ze streefden naar een revolutie, een omverwerping van het kapitalistische en daarmee het politieke systeem. In Rusland werd of wordt de communistische partij geleid door Vladimir Ulyanov, bijgenaamd Lenin. Hij is door de tsaar, door de overheid in Rusland
verbannen, leeft in ballingschap. Maar tijdens de Eerste Wereldoorlog, als het onrustig wordt in Rusland onder leiding van het tsaar en er een revolutie uitbreekt om de tsaar, de macht van het tsaar omver te werpen, helpen de Duitsers, de vijanden van Rusland in de Eerste Wereldoorlog, Lenin in het geheim naar Rusland om bij te dragen aan de revolutie en zo de oorlogskansen van de Duitsers te vergroten, want men hoopt Lenin zal vrede willen sluiten. Lenin wil het kapitalisme afschaffen en een dictatuur vestigen vanuit naam van die arbeidersklasse. Het idee van Karl Marx. Hij komt in Rusland, hij kaapt die revolutie die al aan de gang was. En die revolutie komt dus nu in handen van de Bolsjewieken, de aanhangers van het communisten, de communisten. Ze grijpen de macht, er breekt een burgeroorlog uit in Rusland, die duurt tot 1922. Dus aan de ene kant de rode, dat zijn de Bolsjewieken, de communisten. En aan de andere kant de witte, democraten of zelfs tsaargezinden, die echt niet zitten te wachten op een communistische staat. Uiteindelijk winnen de rode die burgeroorlog en wordt in 1922 een eenpartijstaat, een staat, een land waarin maar één partij, één politieke partij is toegestaan, namelijk de Communistische Partij, opgericht en dat is de Sovjet-Unie. In die ideale communistische samenleving is natuurlijk werk en goederen, voedsel, etc. voor iedereen. Er is genoeg voor iedereen. In 1924 overlijdt Lenin en hij wordt opgevolgd door Jozef Djugasjvili, bijgenaamd Stalin, de man van staal. Een doodenge man, die vanaf 1929 een industriële samenleving op wil bouwen in de Sovjet-Unie. Hij wil het land welvarend maken, fabrieken, iedereen moet werk hebben. En dat doet hij aan de hand van 5 jaren plannen. Er is niet meer zoiets als een markteconomie waar vraag en aanbod door ons, de consument, of door de mens wordt bepaald. Nee, de overheid bepaalt per plan van 5 jaar wat er gemaakt, wat er geproduceerd moet worden. Een onderdeel van die industrialisatie, het opbouwen van die industriële samenleving, is dat Stalin ook de voedselvoorziening wil onder leiding van de staat wil krijgen. En dat betekent dat hij de landbouw gaat collectiviseren. Dat betekent heel kort door de bocht dat alle boeren, als ze die hebben, en er zijn genoeg boeren die dat hebben, hun stuk grond kwijtraken. En dat daar wordt gewoon afgepakt en dat er op die gronden collectieve landbouwbedrijven komen, waarin mensen dus niet meer de eigen baas zijn over een stukje land, maar waarbij ze eigenlijk als soort boerenarbeiders werken. Nou, je kunt je voorstellen dat die gedwongen collectivisatie tot veel protest leidt van boeren. En dat protest moet onderdrukt worden. En Stalin doet het onder andere op een ideologische manier. Lees maar in het boek. Hij geeft aan dat een heleboel rijke boeren, kulakken genoemd, scheldwoord. Kijk weer, rijke boeren, dat verschil tussen kapitaal, rijk en arm, de gewone man. Denk aan de ideologie, hoe dat gedaan wordt. Dat die collectivisatie tegenhouden. En die kulakken worden daarom afgevoerd naar werkkampen, worden vermoord. En in Oekraïne wordt, omdat de Oekraïners niet meewerken, de kulakken al daar, wordt zelfs door Stalin een hongersnood bevolen. Er wordt zoveel graan weggehaald uit Oekraïne dat er daar te weinig voedsel is. En mensen die het gebied uit willen worden tegengehouden. De Holodomor. Dus Stalin heeft in de Oekraïne, onderdeel van de Sovjet-Unie, een gigantische hongersnood, een voedseltekort laten ontstaan, waaraan miljoenen mensen gesneuveld zijn. Nou, de fabrieken en de infrastructuur die horen bij die industriële samenleving, die worden gebouwd met behulp van dwangarbeiders. En dat zijn dus een heleboel, onder andere boeren die opgepakt worden en naar werkkampen worden gestuurd. Die bouwen dat zware dwangarbeid. En de sfeer in de Sovjet-Unie is er een van angst. Iedereen is bang voor de partij, iedereen is bang voor Stalin. Zelfs echte communisten, die echt geloven, die al moeten bang zijn, omdat Stalin ook een bepaalde vorm van paranoia heeft en niemand of heel weinig mensen in zijn eigen partij vertrouwt. Mensen gaan elkaar aangeven, verdwijnen dan dus in werkkampen of worden in gevangenissen vermoord. En Stalin laat op die manier tussen 1936 en 1938 zijn eigen communistische partij zuiveren tussen aanhalingstekens. En dat noemen we de grote terreur. Dan gaan we van
Rusland, inmiddels de Sovjet-Unie, westwaarts. Na de Eerste Wereldoorlog ontstonden eigenlijk overal in West-Europa democratieën. In Zuid-, Midden- en Oost-Europa waren dat vaak meer autoritaire regimes. Zo ook in Italië. Italië hebben we het niet over gehad tijdens de Eerste Wereldoorlog. Jeppe vroeg er even naar. Italië switcht halverwege de oorlog, ja, het koninkrijk dan, tussen, gaat van de centrale naar de geallieerden in de hoop daar grondsuitbreiding voor te krijgen. Of wat stukjes uit dat eventueel vallende Oostenrijk-Hongaarse Rijk te krijgen, wat uiteindelijk gebeurt. Maar de Italianen, met name de Italiaanse nationalisten, zijn uitermate ontevreden met de manier waarop Italië behandeld wordt bij het verdrag van Versailles. Ze krijgen eigenlijk vrijwel niks voor hun oorlogsinspanningen. Dus veteranen, mensen die zich sterk maken voor een nationalistisch Italië, mannen die gevochten hebben, zijn zeer ontevreden. En de man links, Benito Mussolini, smeet al die ontevredenen in een beweging, de fascistische beweging, Fasci di Combattimento, begint eigenlijk met allerlei knokploegen die de straat op gaan en geweld uitlokken met linkse en communistische Italianen of koningsgezinden. Zich een fascistische beweging op die later uitgroeit, eigenlijk tot een soort politieke beweging. En in 1922 voelt Mussolini zich sterk genoeg. Zijn beweging, de fascisten, hebben dan in een aantal Italiaanse steden de macht al gegrepen om een mars op Rome te plegen, om Rome te willen overnemen. En geïntimideerd door die mars en de onrust in Italië, besluit de koning, de Italiaanse koning, Mussolini te benoemen tot president. En deze man, die zich vervolgens Il Duce, de leider gaat noemen, vestigt vanaf dat moment een éénpartijstaat en schakelt tegenstanders en andersdenkenden op allerlei mogelijke manieren uit. Dan gaan we naar Duitsland. We doen relatief weinig over Duitsland in deze paragraaf, omdat jullie volgend jaar bij de historische context daar dieper op ingaan. Als we Duitsland vergelijken met Italië, had de Eerste Wereldoorlog ook daar tot chaos geleid. Maar Duitsland wordt een democratie na de Eerste Wereldoorlog. De keizer vlucht naar Nederland. De partij van Adolf Hitler, de NSDAP, de Nationaal Socialistische Deutsche Arbeiderspartij, willen net als Mussolini ook een éénpartijstaat in Duitsland. Die vinden die democratie en dat slappe gelul maar niks. En organiseren, vergelijkbaar met die mars op Rome, een mars op Berlijn. Die mislukt. Hitler wordt gearresteerd. Daar volgend jaar of in de les misschien meer over. Dan hoor je eigenlijk vrij weinig van Hitler. De partij, de NSDAP, mag meedoen aan de verkiezingen in Duitsland. Maar blijft relatief klein. Totdat die economische crisis uitbreekt. De Amerikanen stoppen met leningen aan Duitsland om de herstelbetalingen te kunnen betalen. De werkloosheid toeneemt. En dan worden de beloftes van het nationaal socialisme, de ideeën van Hitler, worden opeens aantrekkelijk voor mensen die hun baan kwijtraken, die in armoede raken. De partij groeit. Bij elke verkiezing wordt de partij groter. Uiteindelijk wordt de grootste partij van Duitsland. Daar gaan we het volgend jaar weer verder over hebben. Hitler wordt op die manier kanselier, premier van Duitsland. En als hij dat eenmaal is, dan vestigt hij in Duitsland een nationaal socialistische staat. Ook hij ruimt alle tegenstanders en andersdenkenden op. Andere politieke partijen worden verboden. En het land moet worden, komen we later terug, geïndoctrineerd met het nationaal socialistische idee. Het wordt gelijk geschakeld op alle hoge posten die ertoe doen, worden nationaal socialisten geplaatst, nazi-sympathisanten. Niet iedereen is dat en ook niet iedereen is dat in even extreme mate. Dus op alle belangrijke plekken worden nazi's geposteerd. En op die manier wordt het land langzaam maar zeker, of eigenlijk vrij snel, een totalitaire staat onder het juk, onder de ideologie van het nationaal socialisme. Kijken we even naar die drie totalitaire ideologieën samen. Wat hebben ze nou gemeen en waarin verschillen ze? Nou, fascisme en nationalisme lijken heel erg op elkaar. Sterker nog, Hitler, zou je kunnen zeggen, heeft een belangrijk deel van zijn ideeën afgekeken bij Mussolini. Mussolini was een voorbeeld voor Hitler. En waarin vinden ze elkaar? Nou, onder andere in het feit dat ze extreem gewelddadig zijn. Denk aan die knokploegen. Geweld is volgens hen een goede manier om je doelen te bereiken.
En beide partijen, beide bewegingen zijn zeer nationalistisch. Hè? Willen een groots Italië, willen een groots Duitsland, grijpen in die zin ook terug op wel of niet bestaande historische tijden waarin beide landen groot waren. Voor de Italianen geldt dus hè, het Romeinse Rijk. Je kan je afvragen of dat iets met Italië te maken heeft. Doet er voor de rest niet toe. Maar daar grijpen ze op terug. De fasces, waar het woord fascisme vandaan komt, is ook gebaseerd op een Romeins status of rechtssymbool. En het nationalisme, het nationaal-socialisme, sorry, in Duitsland, grijpt terug naar een tijd dat de Duitsers sterk waren. Nooit echt bestaan. Kunnen we in de les even op terugkomen. Een verschil en een belangrijk element van het nationaal-socialisme is de rassenleer. Kennen jullie het idee dat bepaalde rassen meer of minder waard zijn dan andere? En het Joodse ras in het bijzonder minder waard is, hè? Antisemitisme. Een ander woord voor Joden is semieten. Antisemitisme tegen semieten. Antisemitisch. Het communisme verschilt in de elementen die daarboven staan van het fascisme, het nationalisme, nationaal-socialisme, sorry. Omdat het communisme, en dat weten we, eigenlijk streefde naar een wereldrevolutie. Men zag louter het verschil in eerste instantie tussen rijk, kapitaal, bourgeoisie en arm arbeider. En dat ging over landsgrenzen heen. Men predikte de wereldrevolutie. Niet of jij Engelsman of Fransman was, deed het. Nee, hoor je bij het kapitaal of ben jij een arbeider? Later verandert dit onderstaan. Dat hoef je niet te weten, maar wil ik het wel even kort over hebben. En dan een aantal zaken die alle drie de ideologieën gemeend hebben. Ze waren allemaal, maar dat hebben we denk ik inmiddels door, antidemocratisch. Democratie was geen goede manier om een land te besturen. Ze zijn totalitair. Dat betekent dat de staat alles bepaalt en dat als je je verzet tegen de staat, dat je een heel groot probleem hebt. In Nederland kunnen wij gelukkig de staat aanklagen, maar over kritiek uiten mag daar niet. Ze bedienen zich alle drie van indoctrinatie. Daar komen we volgende week op terug. Door middel van propaganda probeerden ze de hearts en de minds van de bevolking te winnen. We zouden dat ook brain hersenspoelen kunnen noemen, brainwashen. En er is een heel duidelijke nadruk op leiderschap en persoonsverheerlijking. Antidemocratie, de leider bepaalt en die leiders worden verheerlijkt. In Italië Mussolini, in Duitsland Hitler en in de Sovjet-Unie Stalin zeer. Lenin ook al, maar Stalin heel erg, vergelijkt een beetje met nu nog met Noord-Korea. De leider is alles, er ontstaat een soort van cultus alsof het bijna een god is. Ook belangrijk, tot slot. Het individu heeft in deze staten geen waarde. Het gaat om de gemeenschap, om de natie. En individuen die dus iets anders vinden, doen er niet toe, want die maken de gemeenschap ziek. Het gaat om de groep. En daarom worden tegenstanders of vermoord, of naar concentratiekampen of bangkampen gestuurd. Ze mogen niet gehoord worden. Het individu is minder waard dan de groep. Daar gaan we in de les over verder. We spreken elkaar. Joe.